inhoudelingen voordat u interrumpeert. Het is uw laatste. Mooi. Het is mijn laatste inderdaad. Het zijn natuurlijk walgelijke insinuaties zoals we van de heer Sjoerdsma gewend zijn. En inderdaad, u bent niet in staat om maar één antwoord te geven. U heeft geen enkele vraag van mij beantwoord. En u bent ook niet in staat om een vergelijking te geven. Dat is ook logisch, want uw misdaden... Niet uw... Oké, via de voorzitter. De misdaden van de heer Sjoerdsma zijn is inderdaad niet te vergelijken met de periode, omdat ze onvergelijkbaar zijn. Want ze zijn op een wereldwijde schaal, zoals we van de globalist van u kunnen verwachten. En u moet zich diep en diep schamen. Okay. En uw tijd komt nog wel, want er komen tribunalen. Wij onderzoeken de mogelijkheden om langs rechterlijke macht, maar ook langs andere weg, dit beleid te stoppen. De inperking van rechten van individuen tegen te gaan. En als we daarvoor naar een rechtbank moeten gaan, dan zullen we naar een rechtbank gaan. Als we daarvoor naar een tribunaal moeten gaan, dan gaan we naar een tribunaal. Thank you.
jaar geleden. Daar kennen de Sjoerdsma en ik elkaar trouwens toen al van, hoewel die dat misschien zal zijn vergeten, van het referendum wat we toen hadden, of het associatieverdrag. Dat hebben we, weet u, misschien gewonnen, dat referendum. Toen is onze beweging ook uit voortgekomen en daar was de NSC niet zo blij mee. Die zijn toen gaan graven. We hebben toen echt een walgelijk stuk, kan niet anders zeggen, over dit boek geschreven, waar geen kant van klopt. En dat is ook niet de eerste keer dat ze dat gedaan hebben. Ze hebben het eigenlijk ook gedaan bij een andere collega van ons, de heer Omtzigt. Hebben ze ook een dergelijk stuk geschreven. Die is toen van het MH17 dossier afgehaald. Dat is denk ik heel goed weerlegd door de website Geen Stel. Ik heb het zelf weerlegd. En dat stuk zal ik voor u toevoegen voor de heer Sjoerdsma. Maar het staat ook op onze website met een stuk met als titel De Stasi-technieken van de NRC. Dat vat het echt goed samen. Wat de NRC doet, ontzettend kwalijk. Kritische stemmen proberen te demoniseren en zo uit het debat drukken. Ik voeg het voor u toe, dus dan kunt u hopelijk kunt u dat ook lezen. Ik heb een aardig stukje nog voor u voor ingeschreven. Dus ik zal het bij je langsbrengen. Misschien kan de bode het doorsturen, het boek. En dan kom ik nu tot mijn drie moties. Die ik even zal voorlezen, naar aanleiding van het debat. De eerste motie. En dat is toch om de minister wat aan te sporen in zaken de Letse kwestie, dus vandaar deze moties. De Kamer gehoort de beraadslaging, constateerde dat Letse parlementariërs hun ongevaccineerde collega-parlementariërs uit het parlement hebben gezet, overwegende dat deze parlementariërs nu niet kunnen stemmen, niet kunnen deelnemen aan het democratisch proces waarvoor zij gekozen zijn en geen salaris meer ontvangen, overwegende dat er dus een enorme schending van de parlementaire democratie heeft plaatsgevonden in een EU-lidstaat, verzoekt de minister van Buitenlandse Zaken om volgende week zijn Letse collega bij de Raad Algemene Zaken daarop terecht te wijzen en hiervan aan de Kamer verslag te doen. En dan heb ik een tweede motie. Daarvan is de considerans hetzelfde, dus die ga ik niet weer opnieuw voorlezen. En dan eindigt die met verzoek de regering om de Letse ambassadeur zo spoedig mogelijk te ontbieden. En dan de laatste motie, meer een algemene motie, om toch even dat punt voor ons te benadrukken. Want wij vinden natuurlijk dat het buitenlands beleid gebaseerd moet zijn op het Nederlands belang. Dat vinden we enorm belangrijk. En dat is hier toch weinig aan bod gekomen, denk ik, gisteren en vandaag. Dus de Kamer gehoort de beraadslaging, spreekt uit, het is een spreekuitmotie, dat er ook wat het Nederlands beleid in het buitenland betreft geen hoger belang is dan het Nederlands belang. En gaat over tot de orde van de dag. Dank u wel. Dank u wel. Dan is nu het woord aan de heer Dassen van Volt. Welkom bij Stemmen of Slikken. Mijn gast vandaag is Pepijn van Houwelingen. Hij is van het Burgercomité EU en een van de drijvende krachten achter het referendum van 6 april aanstaande. Dag Pepijn. Dag. Van waar jouw revolutionaire inborst? Ja, revolutionaire inborst, ik denk dat dat wel meevalt. Ja. We zijn gewoon, ik niet alleen maar onze groep, het Burgercomité EU, ontzettend bezorgd over de... Kijk, ik ben natuurlijk een rechtse engert, dus markteconomie, laat iedereen elkaar maar kapot concurreren. Ik kom daar wel mee weg. Maar als je nou sociaaldemocraat bent,
En je hebt de hele generatie, zeg maar, mensen uit simpele achtergronden, die heb je omhoog zien groeien, die hebben een pensioentje met ABP neergezet. We hebben een welvaartsstaat op sociaal-democratische grondslag. Die gaat er dus aan. Ja. Want je kan toch niet de hele dag maar geld naar het zuiden sturen. En dan ook nog, wat er dan eens een keer bij komt, het hele zeg maar vluchtelingenvraagstuk. Gaat ook serieus geld kosten. Garant staan van noodmechanismen als het kan. Ja, het kan wel, maar dan moet je wel eerlijk zijn tegen je kiezers. En dan zeg je, oké, bent u bereid? Over het feit dat Jort Kelder degene was die, of het team met Jort Kelder moet ik zeggen, want hij doet het natuurlijk niet alleen. Helmoet zat ernaast, hè? Ja. Dat hij het gesprek deed, want hij is in ieder geval in het verleden bevriend geweest met Baudet en dat was voorheen, ik moet even denken aan Evo Jinek en Moscovici, hadden toen een relatie, toen mocht Evo Jinek geen nieuwsuur presenteren, want ze hadden een relatie met Max Moscovici. En die zou ze wel eens kunnen met interviewen. Bram, en dat, sorry, Bram. Bram. Ja, oh, ja, dat is de vader. Dat is maandag. Ja, nee, heel goed. Nog grote leeftijdsverschil, ja. Kijk, dat vriendschapsverhaal, dat geloof ik allemaal wel. Ik bedoel, ik zit ook wel eens in bootjes met mensen met gekke ideeën en dat soort dingen. Maar het probleem is natuurlijk dat Jort Kelder niet alleen een vriend is van Baudet. Hij is een van de stuwende krachten geweest achter het begin van de Forum voor Democratie. Hij is degene die Thierry echt van alles heeft gecoacht met hoe hij verbinding legt met mensen. Hij was er echt bij toen hij zijn weekendjes organiseerde. Hoe hij zijn kelder op de Herengracht inrichtte. Ik kan mezelf zeggen, dit is een anekdote. Ik had een keer lunch met Thierry en met Arne Wellens en Jort. En gingen een petitie aanbieden bij de Tweede Kamer. En op een gegeven moment, dat was dus vlak bij de Tweede Kamer, die lunch. En op een gegeven moment was Jort, die keek naar de sokken van Thierry. En die dacht, jongen, dat kan je toch niet aandoen, dat soort dingen. Dus die heeft hem toen de FG van den Heuvel, Leedvogels, prachtigste herenwinkelzaak van Den Haag. Ja, dus zo ver ging die coaching gewoon, tot aan zijn sokken toe. Ja, tot aan de sokken. Dus Baudet is vanaf het vroege moment, is hij gewoon geregisseerd door... Jort, wat doe jij nou hier? Even kijken. Jij komt Mark souffleren? Nou, souffleren, nee. Ik zit gewoon op de publieke tribune. En interessant. Ja, nee, ik vond dat hij het wel netjes deed, hoor. Eerste termijn. Dus, welk gedeelte kwam nou van jou, van jou af? Niets, hoor. Dat is helemaal zo gedaan. Nee, joh, maar... Jij bij de Wereld Draait Door, dat was een beetje een raar momentje dat het jou gevraagd werd. Dat jij toch... Verlegen werd ik. Nou ja, nee, kijk, ik verzin natuurlijk wel zo'n one-liner of een dingetje. En nu ook wel, maar niet zoveel. Wat vindt u ervan dat Jort Kelder meeschrijft aan het regeerakkoord? Ik, het is helemaal nieuw. Ik ben nu verbaasd dat hij in de styling misschien wat zou doen. Of de maat van de broeken, of de hoogte van de broekspijpen, of de strakte van het jasje zou doen. De bretels. Dat had ik bedacht, maar ik gun Jort veel. Maar dit lijkt me een ongelofelijke invloed. We hebben nu een premier, we hebben een vicepremier en we hebben een schaduwpremier. Ja, hij schrijft... Het wordt met de dag leuker hier, hè? Ik sta natuurlijk op afstand van het Haagse wereldje en dat lijkt me alleen maar gezond. Dus ik vind eigenlijk nu moet de slogan zijn negeren, regeren. Dus je moet Wilders gewoon gaan negeren en aan de gang. Hoe voelt dat nou voor jou? Het was hier ooit beschaafd en fatsoenlijk en nou loopt Jort Kelder met zo'n bal met van die bretels in het lopen, die schrijft zelfs het regeerakkoord. Ja, dat is afzien. Dat is echt verwennen. Maar Jort Kelder is een hoop, het is ook best een beschaafde kerel. Als Rutte het van Jort Kelder heeft, dan denk ik, oké, er lijken mij ook nog andere nuttige adviseurs om misschien op een universiteit of zo rond te lopen. Maar ik ken Kelder wel een beetje. Die zal er vast misschien een beetje de luchtigheid in hebben willen brengen. Maar die heb ik dan ook gemist. Meneer Rutte, welk gedeelte heeft Jort geschreven, wat u net heeft voorgelezen? Helemaal niets. Nee, wat Jort en anderen ook gedaan hebben. Kijk, wat je altijd doet als je zo'n tekst maakt, is met mensen praten wat zou wel werken, wat zou niet werken. Maar dit is helemaal mijn tekst. En ik ben blij dat ik hem heb kunnen uitspreken. Snoeien en groeien, dat vond ik wel iets voor Jort eigenlijk. Nee, die komt ergens anders vandaan. Mijn collega's in België hebben die term gebruikt voor hun verkiezingscampagne. Die vond ik erg mooi, omdat het eigenlijk in twee woorden samenvat waar het eigenlijk om gaat met deze regeringsverklaring en met dit kabinet. Hè? Namelijk snoeien om te groeien. Ik ga publiek tribune en ik heb voor het eerst in mijn leven een paar tweets verstuurd met als belangrijkste boodschap: kunnen die journalisten hun haar eens wassen? Want ik zat dus boven de mannen van de Staatscourant
En daar komt een buitengewoon muffe walm omhoog. En dan val ik. Gaat aan de staatsbrand, hoor. En dan val ik deze keer even niet onder de journalisten. Ik heb nog niet gedoken, dat wilde ik graag. Thierry Baudet. Ja, maandag werd hij nog uitgeroepen door de leden van het 1 Vandaag opiniepanel tot politicus van het jaar. En vandaag wordt hij in verband gebracht met extreemrechtse denkbeelden. Thierry Baudet lijkt in oktober namelijk een 5 uur durende ontmoeting te hebben gehad met de Amerikaanse racist Jared Taylor. Dat schrijft de website De Correspondent vandaag. En wie is Jared Taylor precies? Ja, het is een 66-jarige Amerikaan die gezien wordt als een van de inspiratoren van de extreemrechtse alt-right-beweging. Hij was in oktober in Nederland op uitnodiging van de eveneense extreemrechtse beweging Erkenbrand. En hij vindt het blanke ras superieur. In zijn YouTube-filmpjes legt hij dat graag uit. Why would anyone think that the people who live in the Congo are just as smart as the people who live in Sweden? Not one African society had invented the wheel. No blacks had a written language or a calendar. No blacks had built a two-story building. All this suggests a low average level of intelligence. Ja, en ook op Twitter, waar hij inmiddels weer van verwijderd is, liet hij graag zien hoe superieur witte mensen volgens hem zijn. In augustus droeg hij daar Daphne Schippers nog als voorbeeld voor aan. De enige witte vrouw in de finale wint het goud. Een man met zeer extreme opvattingen dus, mogen we wel zeggen. Wat moet Thierry Baudet daarmee? Ja, dat is wat iedereen zich vandaag afvraagt. Volgens mensen die hem toch al niet vertrouwen, toont dit aan dat de denkbeelden van Baudet misschien wel extremistischer zijn dan dat hij zelf voordoet komen. Ze noemen eerder contacten met Vlaams Belang, Pegida en Front National als voorbeeld en natuurlijk ook zijn homeopathische verdunninguitspraak. Maar die uitspraak is uit zijn verband getrokken, benadrukte Baudet afgelopen maandag. Dan wordt een uitspraak uit de context gehaald, helemaal verkeerd begrepen als ik het niet bedoel. Het ging mij om waarden, het gaat mij om de Nederlandse cultuur, die staat enorm onder druk door de massale immigratie, doordat de integratie niet goed wordt aangepakt. En dan kun je dus op een gegeven moment een verwatering gaan zien van onze waarden. Het is een heel groot probleem en ik vind, terwijl mensen hier dan weer op een woordje vallen of een term, we moeten daar nu echt met elkaar iets aan gaan doen. Ja, hij bedoelt het dus niet racistisch, zegt hij hier. Hoe verklaart hij zelf dan die ontmoeting met Jared Taylor? Ja, hij wil daar zelf eigenlijk niet op ingaan, maar in een verklaring laat de woordvoerder van Baudet ons weten dat ze het bij het Forum voor Democratie belangrijk vinden zich grondig te informeren en allerlei visies tot zich te nemen van links tot rechts en dat Baudet racistische en of antisemitische denkbeelden verre van zich werpt. De volledige reactie die staat op onze website. En daarmee is de kous af, Lammert? Nou ja, zeker nu hij politicus van het jaar is geworden, ligt hij natuurlijk wel onder een vergrootglas. Dat zegt onze politiek verslaggever Remco Teulings. Thierry Baudet heeft zich de afgelopen tijd wel vaker gedistanceerd van extreemrechtse groeperingen. En gezegd dat hij daar echt helemaal niets mee heeft. Nou, als dat echt zo is en hij wil zijn partij Forum voor Democratie ook flink laten groeien, lijkt me niet verstandig om 5 uur lang met iemand als Jared Taylor in een hotel te gaan zitten praten. Gaat dit gevolgen hebben voor de populariteit van Baudet? Nou ja, of hij volgend jaar weer politicus van het jaar wordt, dat weet ik natuurlijk niet. Maar in de peilingen is zijn Forum voor Democratie groter dan ooit. Volgens de peilingwijzer, dat is het gewogen gemiddelde van meerdere peilingen, naderen ze vandaag zelfs de PVV en zijn ze met 14 virtuele zetels al even groot als het CDA. Lammert, dank je.
staan we weer voor de deur bij Forum voor Democratie. Dit keer gaat het over publicatie van Elsevier, waarin zeer bedenkelijke appjes staan die ook Thierry Baudet en andere Forum voor Democratie leden met elkaar hebben gedeeld. Zo is er een app van Baudet waarin staat dat blanken gemiddeld een IQ hebben van 110, terwijl dat voor Hispanics 90 is en voor Afro-Amerikanen 75. En er is ook nog een ander gesprek waarin Baudet zou hebben geappt: wil je dat je zus met een neger thuis komt? Jongens, toch? Ja, oké. Excuus. Ja, als we u even een vraag mogen stellen. Heeft u de app gestuurd? Ik wil graag antwoorden geven, ja. Maar dat doen we even per vaste plek. Jullie zijn allemaal bang voor Fiona, dus dan moet je afstand houden. Wie? Jullie zijn allemaal bang voor het killervirus, dan moet je afstand houden. Nou, houden we ook. Anderhalve meter. Oh ja? Ja, toch? Zo ongeveer. U lacht er wel bij. Vindt u het allemaal op en van niks? Ja, tuurlijk is het op en van niks. Deze screenshot journalistiek, dit moet echt stoppen. Dit is totaal belachelijk. Voor ons is dit een totaal gepasseerd station. Een jaar geleden ging het over dat uit screenshots zou blijken dat ik in het geheim door Poetin zou worden gefinancierd. Dit is gewoon niet hoe je omgaat in een beschaafde samenleving met privéruimte. Ik ga er totaal niet op in. Maar die apps zijn als jullie dat allemaal met elkaar willen bespreken, dan moet je dat doen. Heeft u op 17 maart gaat het over wat er in Nederland moet gaan gebeuren. En daar hebben wij een heel duidelijk verhaal over. Hebben jullie ook over nagedacht wat voor een precedent hiervan uitgaat? Dit zijn dus de technieken van een totalitair regime om op deze manier met valse beschuldigingen, met dingen out of context, dingen die wel of niet waar zijn, en dan maar een beetje zo te staan allemaal. Wat zijn dit voor intimidatietrucs? Wat zijn dit voor manieren om... de feiten, hou nou toch op. Ik ga daar helemaal niet op in. Ik heb mijn plannen voor Nederland, ik heb mijn publieke leven, ik heb alles wat ik vertel in het openbaar, 12 boeken geschreven, een volstrekt vernieuwende beweging opgezet, een verkiezingsprogramma, allemaal. En als je met een richtmicrofoon in mijn huis gaat luisteren, wat ik s'avonds wel of niet in privécontext, of misschien was ik het niet, maar misschien was het mijn broer, en lijkt mijn stem door. Dit is allemaal privé en het de onderscheid niet accepteren tussen privé en publiek, dat hoort bij een totalitair regime. Ik ga er verder. Eerste nieuwstrend, Tom van het Einde, want er is veel te doen over appjes van Thierry Baudet. Ja, dit keer is het Thierry zelf die voor de problemen zorgt. Elsevier Weekblad heeft racistische WhatsApp-berichten van de leider van Forum voor Democratie in handen gekregen. Zo schrijft Baudet: wil jij dat je zus met een neger thuis komt? En hij vraagt zich af, of hij zegt eigenlijk dat blanken gemiddeld een hogere IQ hebben dan Latijns-Amerikanen en zwarte Amerikanen. Nou, Baudet reageerde meteen met dit haastig opgenomen filmpje. Het kartel is natuurlijk als de dood voor onze opkomst. We stijgen in de peilingen, we hebben een enorme toevloed van mensen op onze events. We gaan het land in, we zijn onverschrokken. En dus gaan ze proberen met allerlei technieken om spaken in onze wiel te steken. Ja, de partij is amper bekomen van de vorige WhatsApp-rel. Toen ging het om uitspraken die gedaan werden in appgroepen van de jongerenafdeling. Nou, nu zijn het dus uitspraken van Baudet zelf. En ze komen uit twee appgroepen. Die van de fractie en de zogenaamde mediamachine-appgroep. Extra pijnlijk omdat Baudet vorige week nog in Buitenhof ontkende dat er sprake is van racisme of antisemitisme in zijn partij. Ik werk samen met mensen van alle afkomsten, ook van Joodse kom af. Ik heb geen enkele antisemitische opvattingen of nazistisch of racistisch wat allemaal wordt aangevreven. Dus het is gewoon niet waar. Het is er niet. Ja, toen ontkende hij dus dat er niets aan de hand was. Ja, maar al die appjes die nu op straat liggen zijn op z'n zachtst gezegd niet erg handig. En zeker niet met de verkiezingen voor de deur. Dit is slecht nieuws, denkt ook onze opiniepeiler Gijs Rademaker. Zo'n 2 jaar geleden noteerde Thierry Baudet zo'n 25 zetels in onze peilingen. Maar door interne ruzies en recenter dat vermeende antisemitisme waren er in november vorig jaar 6 van over. In december werden dat er 3 en ook 2 weken terug in januari bleef het op dat aantal. Wij zagen geen stijging. Ja, Forum voor Democratie die kiest intussen voor een beproefde tactiek. Het is allemaal de schuld van de media. Dankjewel Tom. Ik ga gelijk door naar onze collega in Den Haag, Remco Teulings. Ja, Remco, hoe is er in Den Haag gereageerd?
Nou ja, de voltallige parlementaire pers stortte zich bovenop Baudet. Ze achtervolgden hem vanaf de plenaire zaal aan die kant tot aan zijn werkkamer aan de andere kant van het gebouw. Want iedereen wil natuurlijk weten wat er van waar is. Je hoorde het Tom net al zei, want onlangs ontkende Baudet nog dat er sprake zou zijn van racisme of antisemitisme in zijn partij. Dus dit is nogal een schok. Ja, wat zei Baudet zelf? Had hij nog iets toe te voegen aan dat filmpje wat hij eerder op Twitter had geplaatst? Nou, veelzeggend was natuurlijk al dat hij dat filmpje op Twitter zette voordat Elsevier met zijn verhaal kwam. Dus hij voelde zelf al, dit is foute boel, dat doe je niet als het je niet raakt. En het meest opmerkelijk vind ik nog wel dat hij niks ontkent. Hij ontkent niet dat die appjes in de groep van hem zijn. Hij ontkent niet dat dat zijn teksten zijn. En verschuilt zich achter het feit dat dat volgens hem valt onder het briefgeheim. Die appgroepen zouden privé zijn. Wat ik wel een beetje een vreemde verdedigingslinie vind, want woorden doen het toe voor een politicus, waar die ze ook gebruikt. En door zo te reageren geeft hij eigenlijk aan tussen de regels door dat het taalgebruik in die appjes toch volgens hem de gewoonste zaak van de wereld is. Ja, wat denk jij dat het betekent voor de toekomst van Forum? Nou ja, ik sprak vanmiddag de oud-oprichter van Baudet, van Forum voor Democratie, samen met Baudet, Henk Otte. En die zei, Baudet heeft het helemaal verprutst. De partij is geradicaliseerd. De enige die nog over zijn Baudet en zijn bewonderaars. Er zit geen rem meer op. Het bestuur had kunnen ingrijpen eind vorig jaar. Hebben ze niet gedaan. Ja, de conclusie die je dan toch moet trekken is dat de partij, waarvan het 2 jaar geleden nog leek dat zij de Nederlandse politiek volledig op zijn kop zou gaan zetten, dat die nu echt is verworven tot een partij in de politieke marge. Remco, dankjewel. Bent u militair, meneer Baudet? De toedracht van mijn outfit zal direct duidelijk worden. Het woord is aan de heer Baudet namens Forum voor Democratie. Maar ik mis wel 1 pagina van mijn speech, dus ik loop met uw welnemen even terug naar mijn tafel.